Goedemorgen allemaal, ook namens mij welkom op dit Flora Festival 2023. Leuk dat jullie er allemaal zijn. De eerste spreker in dit themablok is een oude bekende eigenlijk voor ook het voorgaande Flora Festival. Ik denk dat de meesten van jullie haar naam ook al wel hebben gezien op de Heukels Flora. Ze werkt bij het Naturalis Biodiversity Center, maar zegt zelf liever dat ze bij het Nationaal Herbarium Leiden werkt. En ieder jaar presteert ze hier ook allerlei leuke nieuwe vondsten en nieuwe zaken op het gebied van de floristiek. Dames en heren, Leni Duistermaat. Dankjewel Michiel. Dankjewel Florum voor de uitnodiging om hier weer te mogen komen spreken. Mijn naam is inderdaad Leni Duistermaat. Ik ben onderzoeker bij Naturalis voor de Nederlandse Flora. En ik wil graag beginnen met een dankwoord. Dat klinkt alsof u ergens bent waar u niet van plan was vandaag te zijn. Ik wil mijn collega's Ingrid Talens, Roxalie Bijmoer en Susanna Arias-Quero heel erg bedanken voor hun hulp in de collectie, het monteren, het invoeren en de logistiek rondom het verwerken van de collecties. Maar vooral wil ik 6 vrijwilligers bedanken die dit najaar enorm hebben geholpen om materiaal uit te pakken en te helpen identificeren. Dat zijn Gerard Dirksen, Peter Wetsels, Petra van de Wiel, Rien Onderstein, Sophie Hoogstenbach en Willemien Troelstra. Zonder hun hulp had ik het niet aangedurfd om hier iets voor u te presenteren. Dus veel dank aan deze mensen. De inhoud van mijn presentatie bestaat uit een kort blokje nieuws uit Naturalis. Het grootste deel zal gaan over de bijzondere vondsten van het afgelopen jaar en 2-3 jaar daarvoor. En een klein stukje over materiaal verzamelen en insturen en bezoek aan de collectie. Nieuws uit Naturalis. Het eerste grote nieuws is dat we een postdoc hebben kunnen aantrekken. Dat is Annabel de Vries. Zij is vandaag aanwezig, zit nu in zaal 1, maar loopt hier dus vandaag ook rond. Zij is aangetrokken om de data die gegenereerd zijn in het VES-project Barcodering Nederlandse Flora, inderdaad al heel lang geleden geweest, om die data te valideren en te publiceren en daarnaast verdiepend moleculair onderzoek te doen. Ik denk dat dat heel erg leuk gaat worden, dat zij inderdaad kan gaan helpen om ook studenten te zetten op moleculaire projecten. Dan, ik noemde al de vrijwilligers die dit jaar begonnen zijn met de collectieondersteuning in Naturalis. Daar ben ik erg dankbaar voor. We hebben een uitpakdag gehad in april al. En vervolgens zijn we in de herfst verder gegaan met determineren. En dat heeft heel veel al in gang gezet. Een aantal van u heeft dat ongetwijfeld gemerkt, omdat er feedback op collecties gekomen is. En dan het derde punt, dat is wat mij betreft groot nieuws. Als het goed is, ik duim echt ervoor, gaat het managementteam van Naturalis komende week een klap met de hamer geven op een vacature projectmedewerker Nederlandse Flora, die determinatie van binnenkomend materiaal gaat verzorgen, invoer van data gaat verzorgen en de feedback naar de verzamelaars gaat doen. Hou de site van Naturalis in de gaten als u geïnteresseerd bent. Floristische kennis is fijn. We hebben er geen opleidingsniveau aan gehangen, maar bekend zijn met botanische terminologie, ervaring met determineren, veldervaring, communicatieve vaardigheden, dat soort dingen staan hoog op het wensenlijstje. Wat mij betreft is dit heel goed nieuws. Het is een positie voor een jaar in principe. Maar puntje. Wat mij betreft is dat voor een langere tijd. Ik ben er ongelooflijk blij mee en u gaat dat merken aan de doorlooptijd van feedback geven op
ingestuurd materiaal. Dan gaan we nu heel snel door naar de bijzondere vondsten. Ik heb samen met de vrijwilligers gekeken naar het materiaal. Ik heb geprobeerd een selectie te maken die gevarieerd is uit verschillende groepen verspreid door het land. En er zullen een aantal verzamelaars een paar keer terugkomen, maar ik heb toch ook geprobeerd om verschillende mensen aan bod te laten komen, verzamelaars. Als eerste in de varens, ik heb 1 varen meegenomen, bolletjesvaren, verwilderd. Op het taluut van een pas gegraven poel in het oosten van het land. Verzameld door Roel Douwers op een excursie samen met De Kogel en Annie Vos. Dit is een varen die een verschil heeft in fertile en steriele bladeren. De bladeren komen vanaf een wortelstok, staan dus naast elkaar en niet in een pol. De iets droger staande planten sporuleren. Het is geen standaardlijstsoort, komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en Oost-Azië. De naaktzadigen komen niet vaak aan bod in deze presentatie. Ik heb dit jaar besloten om er toch eentje in op te nemen. Griekse zilverspar is een naaldboom die niet heel veel aangeplant wordt. Hanneke Waller vond hem in Breugelen, verwilderd in de bebouwde kom. Een soort uit Albanië en Griekenland en nu een eerste melding van verwildering in Nederland. Dat het een ABS is kun je zien aan de ronde bladvoet. De rode pijl wijst daarnaar hier. En de bladtop die spits is in vergelijking tot de Caucasische zilverspar of de Noordmanspar, die heeft een naaldtop die uitgerand is. Een soort om naar uit te kijken of die misschien op grotere schaal aan het verwilderen is. Dan in de bloemplanten. In de schermbloemige zitten we nu. Ik heb dat alfabetisch op wetenschappelijke familienaam gesorteerd. Zoals gebruikelijk zilt torkruid. In een buitendijks grasland langs de Haringvliet gevonden door Stef van Walsum. Een rode lijstsoort. In het gebied is die tot 2000 wel waargenomen, maar daarna een hele periode niet waargenomen. Dus dat is een mooie vondst weer terug in het gebied. Dat het een torkruid is kun je zien aan de kelkslippen die voor een schermbloemige behoorlijk duidelijk zijn. Binnen torkruid alle bladeren met lijnvormige slippen, zowel de bovenste stengelbladen als de laag bij de grond staande bladeren. Hij heeft een gevulde stengel en de omwindselbladen, dus niet de omwindseltjes die direct in het deelschermpje zitten, maar de omwindsels zijn er 3 tot 8. En dan een andere torkruid. Zo kan het lopen dat er ineens 2 soorten uit de genus in de presentatie zitten. Ook een torkruid met de nog veel duidelijker kelktanden. Gevonden door Odette Maas in Hoofddorp in het Haarlemmermeerse bos. Staat op de standaardlijst, maar wordt vaak adventief gevonden. Of die hier adventief is, ik heb er geen idee van. De standplaats lijkt onverdacht, gevonden in een vochtig grasland. Verschil met de voorgaande soort is dat de wortelbladen, de lage stengelbladen, veel bredere bladslippen hebben. En hier de hoge stengelbladen met de lijnvormige bladslippen. Ten opzichte van weidetorfelkruid, de omwindseltjes zijn smal en zijn aan de basis niet met elkaar vergroeid. Hij heeft witte helmhokjes en de schermstralen. Dus deze, die zijn pukkelig. Daar zitten kleine pukkeltjes op. Dat is een kenmerk, staat niet in de flora, maar dat heeft Gerard Dirksen
door te vergelijken in de collectie weten te achterhalen. Een mooie vondst. Akkerveldkruid. Verzameld door Jaap Groot in Boertangen op een excursie met een aantal goede floristen. Op een taluut, op open standplaatsen op zand is het een soort. Staat op de rode lijst en samen met dwergveldkruid is dit een van de twee veldkruiden die stervormig openstaande omwindsel heeft als de vruchten rijpen. Het verschil ten opzichte van dwergveldkruid zit hem in de top, aan de top behaarde omwindselbladen en de stand van de takken. Deze soort is in Duitsland al enige tijd zich aan het uitbreiden. En het lijkt erop dat hij in ons land ook voorzichtig wat toename laat zien. En dan een soort die niet in de flora staat. Sikkeldroogbloem heeft inmiddels wel een Nederlandse naam gekregen. Filip Verloven, onze collega in België, heeft met anderen een mooi artikel geschreven in Gorteria, gepubliceerd dit jaar. Om deze groep van Gamogeta, of voorheen in Gnavalium ondergebracht, om die taxonomisch uit te spitten. Het blijkt dat er in onze collectie in Naturalis al vanaf 2016 materiaal in de collectie aanwezig is. We hebben hem dus over het hoofd gezien. Vooral te herkennen aan bladen die aan beide zijden ongeveer gelijk behaard zijn. De bladen zijn samengevouwen en smal sikkelvormig. Als u daar meer over wilt lezen, ik zou zeggen, zoek Gorteria op via natuurtijdschriften vrij in te zien. En hoofdzakelijk in de zuidelijke helft van het land tot nu toe gevonden. Maar het zou me niks verbazen als die elders ook opduikt. Het is heel goed mogelijk dat deze Zuid-Amerikaanse soort via het zuiden van het zuidwesten van Europa naar noordelijke contreien verhuisd is. Dan een bizarre vondst aan een rivierstrandje in de Erlecomse Waard door Niels Eimers. Hij heeft hem zelf al op naam weten te brengen. Dat vind ik op zich al een bijzondere prestatie in deze groep. Pulicaria arabica heeft geen Nederlandse naam, zit in de verwantschap met vlooienkruid. Dat het geen alant is, kun je zien aan die lijnvormige omwindselbladen aan de basis van het hoofdje. Niet heel veel korter dan de middelste en de bovenste omwindselbladen. Dit plantje was ongeveer 15 centimeter groot. Dus echt een klein plantje met lijnvormige stengelbladen die aan de rand iets naar beneden gerold zijn. De stengel is wat rood aangelopen. Pappes kon ik niet goed zien, is niet goed ontwikkeld. Dat vind ik op zich heel bijzonder dat het pappes niet goed te zien was. Het nootje is niet goed ontwikkeld. En dat zijn nou net sleutelkenmerken in de monografie in Pulicaria. Om identificatie te kunnen doen. Dus dat is iets om nog eens volgend jaar, als die soort er weer staat, te kijken of die vrucht wil zetten. Ik ben niet helemaal zeker van die identificatie vanwege die ontbrekende kenmerken. Dan een inheemse soort, stijf vergeetmenietje. Harold zit in de andere zaal vanwege zijn eigen presentatie. Die had het gisteren over het vergeten vergeetmenietje, misschien wel over het hoofd gezien. Te herkennen aan de gekromde haren aan de onderzijde van het blad, op de middennerf. En een heel kortgesteelde vruchtkelk. Is aangetroffen zowel in Friesland door Ben Bruinsma als op de Hoge Veluwe door Harold Tiemans. Op de Hoge Veluwe was die al in 2006 gemeld, maar dit is de eerste keer dat er herbariummateriaal is aangeleverd. Een soort van schrale grond zonder al te veel andere vegetatie, zonder al te veel concurrentie. Een roodlijstsoort. Mooi dat hij op twee plekken is waargenomen.
dan een soort die in de lift lijkt te zitten. Sinds een aantal jaren wordt die aangetroffen in boomspiegels en in plantsoenen. Mogelijk dat die met aanplant meegekomen is. Gevonden in Oudorp door Sipke Gongrijp al een aantal jaar geleden. In Kampen door Bruin Slot. En in Leiden door Harold Tiemans verzameld. Dat materiaal ligt allemaal op de herbariumtafels. Een neofiet die in Nederland op akkers en nu in steilkantjes in Zuid-Limburg vaste grond aan de voeten had gekregen. Ton Denters heeft er op Nature Today een artikel over geschreven vanwege die opvallende uitbreiding in het urbaan. Dan in de Cyperaceae, de cypergrassen. Kogelbies, gevonden door Peter Wetsels in Amsterdam-Driemond, tussen de voegen van klinkers op een zandig pad langs de Gaasp riviertje. Het is een roodlijstsoort, ook een neofiet, oorspronkelijk voorkomend in Europa, maar in Nederland pas eind 20e eeuw binnengekomen. Het is een soort van rivieroevers met wisselende waterstanden. Of de Gaasp daartoe gerekend kan worden, dat kun je je afvragen. Maar het is een mooie vondst zo tussen de klinkers in het urbaan. Hij wordt als tuinplant verkocht. Een tuinplant, kijk, dat zou ook een bron van introductie kunnen zijn. Er wordt steeds meer als tuinplant aangeboden. Dat is mooi, maar tegelijkertijd ook weer een bron van problemen misschien. In de vlinderbloemige, Galega, wetenschappelijke naam ook Galega, officinalis, door Petra van Wiel gevonden op Prinsessenplaat op een dijk. Oorspronkelijke soort uit Europa en West-Azië, Zuidoost-Europa en West-Azië en wordt wel ingezaaid als bermplant. Het is een vrij forse plant, lijkt een beetje op een hele forse wikke, maar heeft een eindblaadje en geen rank, zoals wikke wel heeft. Dit is het eindblaadje. Trossen met wit tot paarse bloemen. En de vruchten zijn die lange rechte vruchten. En er wordt gesteld dat ze in Nederland geen zaden vormen. De soort lijkt zich uit te breiden. Of dat nou komt door inzaai of dat die soort zichzelf weet uit te breiden, dat is de vraag. Dus in de gaten houden of er rijpe vruchten gevormd worden met rijpe zaden, bedoel ik. Kijk, ja, dat is in een tuin. Dat is, dat betekent dat hij in het urbaan dat ook gaat doen. Dat is goed om te weten, dan gaan we dat aanpassen. Onderaardse klaver, ook door Petra van de Wiel gevonden in Oudebos, Noord-Brabant, in een grasstrook tussen de rijbaan en de stoep. Onderaardse klaver is een bijzonder klavertje die laag bij de grond liggend, kleine schermpjes met bloemen. De buitenste bloemen zijn niet fertiel. En als de binnenste bloemen, of de binnenste bloemen zijn niet vruchtbaar. De buitenste bloemen wel. Bij rijping vouwen ze allemaal naar beneden. Die steriele bloemen, daar vergroot de kelk van. En die vormen een gaasje om die rijpende vruchten heen. En dat geheel buigt dan naar de grond. Een behoorlijk bedreigde soort. Mooie vondst in Oudenbos. Dan een bijzondere vondst langs de Grensmaas in Stijn, door Sipke Gongrijp van Zilte Rus.
De ziltrus is ooit wel eens in Limburg gevonden, in Zuid-Limburg ook, maar al meer dan 100 jaar niet. Hoe die langs de grens Maastricht is gekomen, is mij de vraag. Misschien heeft Sipke daar idee over. Hij stond in het veld met compressors, dus met platterus. En ik had er toevallig gehaald het eentje boven. En ik liep, terwijl ik liep kijken, ik denk, hey, het lijkt me ziltrus. Ik kijk heel gauw even de verschuiving af, als ik zag in de dag dat ja. In een bed met platte rust gevonden. Nou, het maakt het alleen maar nog bijzonderder. Ja, 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 in de grensmaas waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Waar de bodem, waar nieuwe bodem is vrijgekomen. Ik moet gaan opschieten. Goed, mooie vondst dus. Doffe ereprijs in Friesland. In Flevoland gevonden door Peter Wetsels, ook een roodlijstsoort. Mogelijk wordt die over het hoofd gezien, let op de lengte van de vruchtstelen. Die zijn niet zo lang als bij grote ereprijs. De vruchten hebben een beharing die aan de rand langer is dan op de vlakken, een verschil met akkererenprijs. Goed, dat is een mooie aanvulling. Let er ook in de nazomer op. Dan een soort, een ondersoort van de zachte dravik. Subspecies Pseudotominei. Dat is een taxonomisch heel verwarrend ding. World Flora Online geeft hem als unchecked. Plants of the World Online zegt dat het een hybride is. De Flora Gallica, Iberica en van België die geven hem als soort aan. Ik heb hier roodmalen gevolgd en ik hou hem nog even als ondersoort aan. Materiaal ligt ter inzage. Ik neem aan dat de presentatie als pdf online geplaatst wordt. Dan kunt u de kenmerken nakijken. Catapodium marinum. Laksteeltje, een andere ziltensoort die in Maastricht is opgedoken. Eerste melding voor Limburg. Heel bijzondere vondst. Ik heb wel 3 keer naar het materiaal gekeken of het hem echt is. Ik moet zeggen, de kelkkafjes en de lemma's zijn aan de korte kant voor deze soort. Dat zou hem meer richting stijf hartgras duwen. Maar de vorm van de bloeiwijze en ook de lengte van de helmhokjes maken dat het toch laksteeltje is. Een bijzondere vondst van Gradamenting. Echinogloa esculenta en frumentacea in de hanenpoten. De kenmerken staan helaas fout in de flora. Die met de paarsbruine aardjes is Echinogloa esculenta. En met de groene aardjes is Echinogloa frumentacea. Staat fout in de flora. Mijn excuses. Er valt nog heel veel meer over te zeggen over de ontstaanswijze. Dat het misschien ondersoorten zijn van Crusgalli en Colonum. En dan een heel bijzondere vondst van Paul Spreeuwenberg in Zuid-Limburg, gemeente Kerkrade. Nooit eerder in Nederland waargenomen. Elymas obtusiflorus, ook wel in een apart genus Tinopyrum of als Elytrichia. Een enorme plant. Op de foto links alsof het een pol-pijpenstrootje is. Maar als je naar de bloeiwijze kijkt, zie je direct een aarvormige bloeiwijze met aardjes die met de platte kanten tegen de as staan, heel duidelijk een Elymas-achtige. Opvallend zijn de heel stompe kelkkafjes. Ondubbelzinnig deze soort, Zuidoost-Europese soort. In Duitsland en Oostenrijk inburgerend, hoe die in Limburg terecht is gekomen, laat zich nog niet helemaal verklaren. Voormalige groeve die volgestort is. Dan baardgras, een lastig genus. De aardjes van dit exemplaar, dat verzameld is door Edwin Dijkhuis,
zijn aan de kleine kant, voor welke soort dan ook in de heukelsflora staat. Ik heb een beetje twijfel over de soorten zoals ze onderscheiden worden. Ze zijn moleculair niet zomaar van elkaar te onderscheiden. Daar moet echt meer onderzoek naar gedaan worden. In ieder geval is het een bijzondere vondst. In Valthermond, in de regio, was die totaal onbekend. En dan als laatste rossig fonteinkruid door John Bruinsma uit de Stadssingel in Zwolle gevist. Een mooie vondst van een rode lijstsoort. Een soort van schoonmatig voedselrijk water. Nou, wanneer materiaal verzamelen en insturen, er staat een link in de PDF. Dat heb ik vorig jaar gezegd, dat kunt u terugvinden. Goed verzameld en goed gedocumenteerd materiaal is zeer welkom en kunt u sturen naar ons adres Darwinweg 2. Dat is tevens het bezoekadres, maar bezoek, zeker aan de collectie, is alleen mogelijk op afspraak. Het museum kunt u in, maar de collectie moet echt op afspraak. Het best door Roxalie Bijmoer een mailtje te sturen. Ik vind het leuk om te weten dat u komt en als u mij in de cc zet, kan ik ook even in de gaten houden dat u antwoord terugkrijgt. Nogmaals dank voor alle materiaal wat we toegestuurd hebben gekregen de afgelopen jaren. Dank voor uw aandacht nu. En ik loop rond voor vragen, ben ik beschikbaar. Dank u wel. Dank u wel, Lee.